Luitenant-admiraal-generaal Michiel Adriaensz de Ruyter werd geboren als een eenvoudig jongetje, maar stierf als de grootste zeeheld van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Geboren in 1606 in Vlissingen als zoon van een bierdrager, groeit hij op in een eenvoudig gezin. Zijn moeder is weliswaar van betere afkomst, maar geld is ze niet. Als jongen beklom Michiel eens de buitenkant van de Vlissingse Jacobstoren om over zee uit te kunnen kijken. In 1966 vervaardigde P. Hofman in deze kerk als eerbetoon het De Ruiterraam. De Ruiter trad pas op latere leeftijd in dienst bij de admiraliteit. Daarvoor werkte hij jarenlang voor de familie Lampsins. Van matroos via schipper klom hij op tot kapitein. Hij zat graag in het torentje van de Lampsins over zee uit te kijken. De Ruiter is 3 keer getrouwd. Zoals dat in die tijd soms ging, zijn zijn eerste 2 vrouwen steeds vroeg gestorven. Met zijn 3de vrouw, Anna van Gelder, ging hij in 1652 wonen in Vlissingen in de Nieuwstraat op nummer 13. In 1655 vertrok hij naar Amsterdam om in dienst van de admiraliteit te werken aan de versterking van de vloot. Gebruik van weer, wind, getijden en ondiepte, maar ook het kiezen van de juiste timing van een zeeslag, maakte Michiel tot een geniaal strateeg. Maar liefst 27 maal wist hij zeeslagen te winnen. Zijn bijnaam is Bestevaar, een koosnaampje voor iemand die geliefd was. Streng maar rechtvaardig is een beschrijving die door geschiedschrijvers gebruikt wordt. Kort lontje als zijn orders niet opgevolgd worden of kapiteins zich niet dapper gedragen. Hij begrijpt hoe je verantwoordelijkheden delegeert en vertrouwen schenkt waar het verdiend wordt. Allemaal kenmerken die een leider ook vandaag de dag nog tot succesvol en geliefd maken. Michiel de Ruiter overlijdt op 29 april 1676 aan boord van het schip De Eendracht aan wondkoorts, opgelopen door schotwonden in de zeeslag bij Etna tegen de Fransen. Eerder dat jaar heeft hij in februari bij Napels nog 26 Hongaarse predikanten bevrijd die als galeislaven werden vastgehouden.